zulke goede mensen die zoveel goeds hebben gedaan, ons gered hebben. Deze mensen zijn een kompas en een voorbeeld voor mij in het leven. Dat gaat nooit meer over. Voor de 77-jarige George Italiaander uit Tel Aviv is het een emotioneel weerzien. Hij is weer terug op het eiland De Woude. Terug naar de plek waar zijn ouders tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergedoken zaten. Dit is het huis van Kees en Achilles. Die waren toen mijn ouders ondergedoken. Mijn oom en tante, nog andere familieleden. En hun zoon, Dick Los, heeft me verteld dat op een bepaald moment er 19 mensen aan tafel zaten. En de ouders van George waren dus niet de enigen die een veilig onderkomen vonden op het eiland. De Woude bleek een perfecte plek voor Joden en verzetsmensen om zich schuil te houden. Volgens Cora Bruin, die samen met Dick Bates een boek over het eiland schreef, heeft dat meerdere oorzaken. Het is een eiland, dus moeilijk bereikbaar met een klein pontje. Bijna iedereen was familie van elkaar. Dus dat gaf ook al een soort bescherming. Er woonden geen NSB'ers. Dus het was een gesloten gemeenschap waar mensen zich veilig konden voelen. En ik denk, als dat eenmaal bekend is, dan komen er ook meerdere onderduikers. Hi. Ja, joh. Ja. Wie had dat kunnen denken? Ja. Dat is zoveel jaren. Na de oorlog kwam George regelmatig met zijn ouders terug naar de Woude om hun redders te bezoeken. Dan lopen we weer, hè. We hebben een leuke tijd gehad, hè. Ja, we hebben zoveel gelachen dat je vader er zelfs kwaad over werd. Er waren niet veel mensen meer over. En niemand werd vertrouwd. Dus dit was familie geworden. En ik dacht ook aanvankelijk, heel in het begin, dat het mijn familie was. Voorheen zat hier een deur. Die ouders vertrouwden eigenlijk alleen maar mensen op de Woude. Dat klopt. De rest moest maar bewijzen dat ze niet fout geweest waren. En de mensen in de Woude, die hadden een streepje voor? Een streepje? Noemt u dat een streepje? Zeg maar een dikke balk. Om de moedige bewoners van de Woude te eren, kwam George met het plan om een herdenkingsplaquette te laten maken. Dat is gelukt en die wordt op 5 mei onthuld bij het kerkje. De dorpsraad van de Woude heeft bepaald dat de plaquette hier gaat komen. Je kunt het niet missen als het ware. En dat is ook wat ik wil, dat het niet vergeten wordt. Ter herinnering aan de moedige bewoners van Weleer, die ons leven hebben gered. Het werd tijd na 78 jaar. Ik ben er heel erg blij mee dat ik, als een van de laatste, denk ik, want als ik het niet doe, wie doet het dan nog wel? Dat ik dat nog kan doen. Ik ben er heel blij mee.